Dus eigenlijk ook een grote
Je ziet dus dat je, als je het maar goed programmeert, mensen dus kennen de microscoop, dankzij dat tunneleffect kunnen bepalen waar atomen zich bevinden en zichzelf op een bepaalde plek kunnen irriteren. Dus dit is een heel nuttige toepassing van de kwantummechanica. Over toepassingen gesproken. Ik heb op wat stukje over de interpretaties na, waar ik straks mee ga afsluiten, heb ik eigenlijk inhoudelijk nu de dingen die je voor het tentamen, het schoolexamen moet weten, heb ik denk ik wel gehad. Daarom lijkt het mij goed om het even te oefenen met een sommetje wat je ook zou kunnen verwachten op een examen. Niet een lastig sommetje, want ik wil je nog niet meteen goed voor elkaar dat iedereen wat hoger wordt, maar gewoon een redelijk sommetje. Dit sommetje komt ook uit de proefwerkopgave uit de groep. We hebben een chemische reactie en bij die chemische reactie ontstaat een molecuul A. En in dat molecuul, denk maar even aan dat plaatje van de kleurstoffen van de vorige keer, daarin hebben een aantal elektronen die zich over een bepaalde afstand bereiken kunnen bewegen. Die afstand is 0,40 nanometer, forse afstand op de schaal van atoommoleculen. En even voor het gemak, voor wat wij willen, beschouwen wij dat even als de lengte van de energieput. En jullie mogen dan in dit molecuul drie dingetjes uit gaan rekenen. A, de nulpuntsenergie, dat wil zeggen dus de energie in de grondtoestand van de twee elektronen samen. Twee elektronen. Stel dat ik een van die elektronen naar het eerste aangeslagen niveau breng en het 1 minus 2. Hoeveel energie is er dan nodig? En met dat antwoord, dat heb je wel nodig, kun je dan C, als dat elektron vervolgens terug gaat naar de grondtoestand, komt er natuurlijk een foton vrij. Nou, die hebben jullie denk ik al wel zwaar gegeven, C kan niet altijd goed zijn. Mits je afstand B hebt, uitrekenen wat wordt dan de golflengte van het uitgevoerde foton. Oftewel, voor welke kleur is dit een kleur? Hoe is het dan? Dat gaat zo. Dus dat gaan jullie nu uit. Ja, dat is vraag 6 op het werkblad. Krijgen jullie denk ik een... Wat hebben we nog? 7 minuutjes. 1 minuut, 1, 2, 2 minuten vragen. Oh. Voor de mensen die niet dat zeggen. Thank you.
En je vult de massa van de elektronen
als je plak in, dan krijg je 3,8 wat die betekent zo voor een elektron. En aangezien we 2 hebben in dit geval, hebben ze dus in digitaal de functie. Graag als ik straks ook aan de nou, voor het energieverschil, dames en heren, ik heb het geprobeerd met de kleur even aan te geven. Hoe je eigenlijk het energieniveau is 2 uitrekenen en daarom is 1 van afhalen. Ik heb dat wel iets simpeler gedaan. Ik heb niet 2 keer de haat en de hebben hier genoemd. Ik heb het gewoon buiten haak gesteld van 2 kwadraat en 1 kwadraat. Dan hebben ze de n kwadraat keer dit. Die ding hadden we al uitgerekend. Dat was die. Is dat 3,8 moet dat zijn trouwens? 3,8 of die fout vandaag. 3,8 en dan krijg je 1,1 watt op de -18 joule bij B. En met dat gegeven, dames en heren, kunnen we heel simpel uitrekenen welke frequentie en dan dus ook welke golflengte daarbij horen voor het foton. Schrijf je iets te kort op de kop op, sla je een stapje over, ben je in één van de frequentie naar de golflengte gegaan. Dus je rekent eerst de frequentie uit, dan moet je nog even natuurlijk de golflengte uitrekenen bij de frequentie. En dan ben je 2080 nanometer. En dat is kort genoeg. Ja? Dit is ongeveer wel wat je kunt verwachten. Dit is vermeld. Er zullen 1 of 2 machtige vragen zijn. Gewoon even kijken of iedereen ontzettend tijd aanwezig. Er zullen een aantal van dit soort vragen zijn. Dit zijn verkoopwerken vragen. En er zullen 1 of 2 vragen zijn die wel niet vergaan voor nou ja, de mensen die boven de 18 zijn. Ja, ik zou sowieso, dames en heren, de toepassingsvragen en de proefwerkvragen achter het hoofdstuk maken. Want daar lees ik nog altijd wel uit. Ik laat me daarvoor inspireren. Dat verandert iedereen de feiten, in de som, weet je dat soort dingen. Dus als je die allemaal gemaakt hebt, dan moet je het heel herkennen van dit hoofdstuk. Maar er zitten natuurlijk nog andere hoofdstukken ook in, hè. Dus kwantummechanica is waar ik heel veel voor uit staat. Dus wees gerust. Er komt natuurlijk ook heel veel van die andere stukken. Oké. We gaan even door met het laatste stukje, dames en heren, die interpretaties. Ik wil jullie graag even, nu de plaatjes laten liggen, dan kan ik het even afmaken, de interpretaties. Wat betekent het nou dat zo'n elektron een golffunctie is en dat je niet meer precies weet waar je zit? Nou, daar heb ik ook over nagedacht. Ik heb al eerder gehad over die 5e Solvay-conferentie, waar die 27 mensen, waarvan er 18 of 9 de Nobelprijs worden aanwezig waren. Nou, daar is er heel veel over gediscussieerd. Niels Bohr, een bekende kwantumfysicus uit Kopenhagen, en vandaar ook dat het een heel groepje mensen daar niet mee weten, want de Kopenhagen interpretatie, die hebben echt gezegd, je hebt zo'n golffunctie en zolang je dus niet gaat meten, weet je niet waar het elektron zit, maar op het moment dat je het meet, dan bevindt het elektron zich op die plek. Dat noemen ze in het Engels de collapse, hè, het ineenstorten van de golffunctie. Dus waar je een waarschijnlijkheidsverdeling hebt, wordt opeens gereduceerd tot 1 zekere plek waar je het elektron meet. Nou, dat was voor Schrödinger de aanleiding om, zeg maar, dat is bizar, want als je dat met die kat doet, dan wil je dus, is die kat dus tegelijkertijd dood en levend, dat kan niet. Een andere interpretatie die je veel ziet, is de Many Worlds Interpretation, en die zegt eigenlijk dat elke keer, hè, als we even terug gaan naar, je ziet hem hier al, de kat in de doos, elke keer als er zo'n experiment wordt gedaan, hè, zoals een atoom vervalt, dan splitst eigenlijk het universum zich af en dan heb je eigenlijk 2 hele universen, 1 waarin de kat leeft en 1 waarin de kat dood is en dan is zeg maar de voorspelbaarheid weer hersteld. Want Albert Einstein maakte zich bijvoorbeeld ook erg veel zorgen, die kon dat niet goed hebben, die kwantumfysica waarin alles maar onbepaald was. Die is bekend voordat hij op die Solvay-conferentie in 1927 tegen Bohr onder andere heeft gezegd met dit verhaal van, ja maar dit kan het niet, daar God durft het niet, de God gooit niet met dobbelstenen. Waarop Niels Bohr tegen Albert Einstein zei, ja wie ben jij om te vertellen wat God wel en niet mag doen. Er zijn nog verschillende andere interpretaties van wat betekent de kwantummechanica nou voor hoe wij de realiteit waarnemen.
Bijvoorbeeld vragen alsof functies universeel zijn, of ze inderdaad instorten. Of er misschien nog verborgen variabelen zijn die verklaren waarom we het elektron op een bepaalde plek vinden. Of het betekent dat het heelal niet deterministisch is. De rol van de waarnemer, hè, is ons bewustzijn, speelt ook een rol. Er zijn de constructies die dat denken, dat echt ons bewustzijn een rol speelt bij het instorten van die golffuncties. Dat zijn er een aantal, maar ook niet allemaal. Nou, dat zijn vragen die nog open liggen en waar de filosofen en de mensen die zich met metafysica bezighouden zich vooral over buigen. Er zijn nog praktische mensen, maar ben jij meer van de praktische kant? Je kunt het altijd leuk. Ik wil zeggen, het maakt gewoon niet uit. Het werkt, zolang het leuk tekentjes met ijzeratomen van kogelplaatjes van schrijven en de tunnelmuur zo, weet ik dat vergelijkingen werken. En dat is waar het uiteindelijk om gaat als we maar een kwantummuur samengevat, ik zie het even heel snel, want je kunt het nog nalezen en je hebt het goed. De onderwerpen waar we het over gehad hebben in de laatste drie colleges.